Ja. Ik denk dat je in z'n twee zat. Jongen, alle vogeltjes vlogen op. Hè? Maar dat is wel een voordeel. Wat is het voordeel van herrie maken? Ze horen je aankomen. Het voordeel van herrie maken is horen je aankomen. Maar jij bent links en rechts een beetje doof. Ja. Maar hoeveel procent? 96%. Dat is best veel. Dat is best veel. Hebben we doof? Ja? Ja, 25%. Oh, oké. Dat is anders dan 96. Ja, maar als je gewoon een draad zet, dan moet je dat doen. Ja. Nou, het gaat tot nu toe hartstikke goed, Jeroen. Ja. Okay. We zijn bezig met de precisiestop. We beginnen met 50. En op het laatst pak je bediening. Hoe vaak doe je dan terug? Twee keer, hè? Twee keer en dan stoppen. Perfect. Achter de rem van aanzetten. Ja, dus je hebt rust in je remming. En op het laatst die koppeling, bediening, balans. We doen nog een rondje. Dat gaan we nog zien. We doen nog een rondje. Lekker mistig vandaag. En lekker mistig, maar wel lekker motorrijweer. Het is altijd mooi motorrijweer, hè? Ja, Jeroen zit even op de Z125. Ja, ik wil graag... Hey! Jeroen! Kijk, dit komt aardig in de buurt, hè? Ja, ik voel nog voor de aandacht komen, ja. Goed zo, doen we nog een keer. Ja, dat is gewoon lekker. Hij moet zijn automatisme spreken. In het begin is dat heel belangrijk, automatisme spreken. Die vier tentakels van hem, hij heeft ze alle vier meegenomen vandaag. Ja, die moeten wel op gezette momenten hun ding doen. Het is voor hem, achter hem, koppeling, klik, klik. Dan moet hij ook nog zijn rechterbeen in zitten, anders pleurt hij om. Ja, hij heeft een truc, maar we zijn goed bezig. Ja, ik begin een beetje trots op je te worden, Jeroen. Je mag nog een keer. Ja, bediening geregeld. Eerst geluid. Dan vooruit.